Ooit was hij het pronkstuk van Jan Fabre. Maar sinds hij van het dak van de Singel werd gehaald, is hij aan lagerwal geraakt. Inderdaad, iedereen heeft tegen mij gezegd, alles wat Jan Fabre aanraakt, verandert in goud. Akkoord, maar ik ben al van goud. Nu, dat heeft meneer Fabre niet belet om mij toch af en toe regelmatig aan te raken. Ik had daar iets van kunnen zeggen, maar spreken is zilver, hè. Frank probeerde andere ladders te beklimmen, maar vaak te vergeefs. Ja, wat heb ik allemaal geprobeerd? Een tijd in de sociale sector aan een bak proberen te geraken. Ik dacht, ik heb mijn hart van goud. Dat was niks. Dan een tijd voor overheidsbedrijven gouden handdrukken gaan uitdelen, maar dat feestje is ook niet blijven duren. Het potje van de staat krok ook op, hè, meneer. Frank zat emotioneel en financieel aan de grond. En dan zit er niets anders op dan... Op een gegeven moment, tijdens dat je nog kunt tonen, is dat lichaam gaan verkopen achter het station, hè. Weet u dat gaat, meneer? Allee, stukjes, hè, wat lichaamsdelen laten smelten en op die moment moeten kiezen. Wat kan ik missen, wat kan ik niet missen? Vier van mijn tenen met een blinde darm en nou waarschijnlijk ergens rond de nek van een madammeke niet meer als goud. Ja, en vanaf dat je lijf begint te verkopen, dan zit je snel in een spiraal van alcohol en drugs en geweld en golden showers en noem maar op. Een golden shower, daarmee bedoel je gewoon een douche voor jou, omdat je van goud bent? Of? Nee, daarmee bedoel ik vier mannen die op een rij stonden en om de beurt met een bek pissen. Jij wilt niet weten wie dat er allemaal is langs geweest. Steve. Mark. Mark. Goedele liedjes. Frank lijkt voor het ongeluk geboren. Tijdens de derde golf raakt hij besmet. Uiteindelijk dan positief getest op goudkoorts. 2 weken quarantaine, daar lag ze bij de RVA niet met zijn man. Toen ging het van kwaad naar erger. Oh, dan was ik veel van mijn glans verloren en dan grokte snel verslaafd aan warm water en groene zijp. Hè. En cocaïne, speet, ketamine. Uiteindelijk kan Frank recht krabbelen. Op een dag wordt hij aangesproken door een voorbijganger die iets in hem ziet. Ik heb mij altijd laten vertellen dat je in de grote stad ontdekt kunt worden. Dus ik kan elke dag naar Antwerpen een beetje rondwandelen. En dan is het gebeurd, hè. What's up?